schattig dit! Hey guys! Morgen komt het nieuwe Panic at the Disco album uit en ik ben zo excited! Jullie hebben het ongetwijfeld allemaal wel eens meegemaakt. Je bent een klein kind en je wil een bepaald soort speelgoed van je ouders. Maar je ouders zeggen, nee, is te duur. Nee, kopen we niet. Nee, je gaat er toch nooit mee spelen. Ook ik heb dit meegemaakt, want ik bedoel, mijn ouders waren in dat opzicht best wel slim. Want ik was als kind heel erg zo van, oh, ik vind dat leuk. Oh, ik vind dat leuk. En dan een week later vond ik weer wat anders leuk. Dus als ze dan wel eens iets voor me kochten, dan duurde het niet erg lang voordat ik alweer iets anders wilde. Nu ik helemaal volwassen ben en eigen centjes verdien, kan ik zelf dingen kopen. En daar ben ik erg blij mee. Want ik dacht, hoe leuk is het om voor mijn serie Loco's zonder motief, waarin ik gewoontes doorbreek, een keertje het speelgoed uit te proberen wat ik vroeger altijd super graag wilde hebben. Ik had thuis zo'n Intertoys boekje van Bart Smit en dan kruiste ik daar allemaal dingen in aan die ik wilde hebben en het was ongeveer het hele boekje. En toen ik nu op de Intertoys website ging kijken, toen zag ik dingen waarvan ik dacht van, oh, dat had ik vroeger zo graag willen hebben. Daarom is vandaag de dag dat ik met het speelgoed ga spelen waar ik vroeger altijd mee wilde spelen. Dus ik heb twee dingen besteld die in die categorie vallen. En dat is hier aan de ene kant een hele mooie bakset van Play-Doh, waarmee je taartjes en cupcakes kan bakken. En hier aan de andere kant hebben we blowpens. En ik heb dit de afgelopen weken heb ik dit gevraagd aan mensen, maar zo weinig mensen kennen dit. Dus als je dit nog niet kent, blowpens, ik ga je er vandaag kennis mee laten maken. Ik heb dit zelf misschien ooit bij een vriendje of zo, of vriendinnetje thuis gedaan, maar nooit zelf gehad. Hetzelfde met dit. Ik heb wel Play-Doh gehad, maar niet zo'n bakset. Dus ik ben echt wel vrij excited. Ik zit te denken, wat maakt het meeste rotzooi? Sowieso moet ik deze witte tafel echt af gaan dekken. Want dit gaat sowieso echt vlekken maken. Ik denk dat ik ga beginnen met de Play-Doh. De Play-Doh Sweet Shop. Dit is de doos. Ik hoop dat je me niet teleurstelt, Play-Doh. Anders dan word ik echt ziekelijk boos. Het is voor kinderen vanaf 3 jaar. Gelukkig val ik in die categorie, anders had ik er niet mee mogen spelen. Oh mijn god, ik maak gelijk de doos in me kapot. Is this really happening? Wow, het is echt een hele stellage. Stellage. Wow. Jeetje, jeetje. Dit zijn echt belachelijk kleine potjes Play-Doh als je het mij vraagt. Maar oké. Dit is echt veel geavanceerder dan ik dacht. Ik denk dat mijn ouders mij dit gewoon nooit hebben gegeven omdat ze dachten van, dat snapt ze toch niet. Kijk, dit is uitleg. Wat is dit? Dit kan een kind van 3 plus toch niet doen? Ja, ja, die ouders zetten het natuurlijk altijd in elkaar. We gaan gewoon dit nu fixen. Oh, oké. Dit is zeg maar de station. Kijk, oké. Dit mag hier. Ik vind dit echt heel erg moeilijk. Deze mag hier. Maar er zijn hier echt nog 1000 delen. En hier ook nog. Deze moet hierin, denk ik. I think I got it. Maar waar is dan al die andere shit voor die ik nog over heb? Ik denk dat ik het snap. Tijd om de Play-Doh erbij te pakken. We gaan een paarse taart maken. Ik had vroeger, weet je wel, klei en dan had je klei en dan deed het potje, deed het dekseltje er niet goed op. En dan werd het zo droog en dan kon je er niet meer mee spelen. En dit is zo lekker zacht. Dus wat ik ga doen is ik ga hiervan een plakkie nemen. Dan ga ik die hier opleggen en dan doe ik dit naar beneden. En dan gebeurt er geen flikker. Moet ik hem dikker maken? Yes! Tada! Oké, ga ik even de zijkantjes eraf halen. Ik zweer het, ik denk echt dat kinderen van 3 mooiere taartjes kunnen maken dan ik. Dit vergt geduld en precisie. Oké, we hebben een taart. Dan stap 2, frosting. Ik ga er frosting op doen, dus ik leg hem hier neer. Welke kleur moet de frosting worden? Geel. Is het geel? Oh mijn god. Oké, de frosting wordt roze. Moet die hierin? Oké, dus ik ga nu frosting maken. Oké, tweede poging. Ik zal het even van dichtbij filmen voor jullie. Wow, maar wat is dit voor frosting? Het gaat alle kanten op. Oké, I'll take it. Ik ben er blij mee. Ik weet niet hoe ik dit zeg maar ga fixen, zodat het er mooi uitziet. Ik ga nog 1 poging doen en nu komt het helemaal goed. Maar nu komt het er alsnog zo vanaf alle kanten uit. Dit kan toch helemaal niet? Oké, als ik het nou even een beetje samenbreng, dan lijkt het wel niet op frosting, maar wel een beetje op een roze drol. Ladies and gentlemen, ik presenteer jullie mijn taart. Ik geef deze even hier een plekje. Want ik heb zo het gevoel dat ik nog wel ietsje beter kan presteren dan dit. Is dat eetbaar? Nee. Wat als ik het wel eet? Dat moet je niet doen. Oké, bye.
Oké, bye. Nieuwe honden, nieuwe kansen. Ik ga een cookie maken. Gewoon een lekker bruin zandcookie in de vorm van een ster. Oké, dit gaat werken. 3, 2, 1. Go! Ik ben een cookie aan het bakken. Laat me die eten. Nee. Dus ik heb hier een sterrenkoekje. Wat zal ik erop doen? Kijk, want ik kan daar allemaal figuurtjes en zo maken. Oh, ik had echt eventjes zo'n lightbulb moment. Oké, dus ik kom erachter dat alle spuitmondjes een ander soort spuitdingetje hebben. Als ik dit zelfs al niet snap, hoe snapt een kind dat dan? Ik wil even een rematch met deze frosting. Nu ga ik het goed doen ook. Here we go. We gaan echt de mooiste frosting maken ooit. Yes! Oh nee. Poging 3000. Oké. Kijk, dit lijkt op de frosting die ik maak voor op mijn cupcakes. Yes, baby. Oké, nu kan ik echt met trots dit taartje gewoon hier neerzetten. Niemand die dit nog van me af gaat pakken. Het duurde een kleine 30 minuten voordat ik het door had. Oké, wat ook nog een koekje. Ik heb hier namelijk allemaal binnenin allemaal kleine vormpjes. En als ik het er dan weer uithaal, dan is het dat vormpje geworden. Dus ik zie daar in het midden, daarachter, zie ik een schelpje. Dus als ik hier die Play-Doh in stop. Dit is zo cute. Het is een zeesterrenkoekje. Ik zou echt met liefde nog iets voor jullie willen maken, maar ik heb echt bijna geen Play-Doh meer over. Oké, voor nu is dit het einde. Ik moet zeggen, ik vind het echt ontzettend leuk. Maar ik denk dat als ik dit vroeger had gekregen, want weet je hebt zoveel opties, dat ik echt zoiets had gehad van ja, I don't know what to do. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat ik hier nog een keer mee mogen spelen. Ja, ik zeg op naar de blowpens, nadat ik deze troep heb opgeruimd. Yes! Op naar de blowpens. Dit zijn dus pennen waarop je moet blazen. En dan komt er een soort van spray paint uit. In ieder geval als je erop blaast, komen er een soort van spetters uit. En ik heb dus een set gekocht met schablonen met allemaal fantasy plaatjes. En zoals je misschien wel merkt, heb ik er erg veel zin in. Oké. Ik zie echt pennen en nul schablonen. Oh, ze zitten onderin. Oké. Ik schrok even. Dus we hebben hier alle pennen. Er zijn echt lekker veel kleurtjes, dat vind ik wel leuk. En dit zijn alle schablonen. Heb ik dit niet wel gehad als kind? Oké, ik begin nu te twijfelen of ik het niet wel thuis heb gehad. Sorry mam, als je dit ziet en je denkt van, huh, ik heb het gewoon voor je gekocht. Ik was het alweer vergeten, maar ik wist nog wel dat ik het heel leuk vond. Er zit een unicorn bij. Ik pak de unicorn. Dan moet ik denk ik eerst dit alles eruit gaan halen. Dus als we alles eruit hebben gehaald, kijk zo zie je het goed. Hebben we hier een eenhoorn en een vallende ster erboven. Oké, wacht. Voordat ik weer denk dat het niet gaat werken. Ze zitten nu nog allemaal met de punt naar de andere kant, dus ik moet ze omdraaien. Oké, ja, ik ga het maar gewoon proberen denk ik. Met de roze kleur. Gebeurt echt helemaal niks. Why won't you work? Oh! Hij doet het! Het is echt super leuk! En heel goed als je je longinhoud wil testen. Als je deze pen eruit haalt, is die wel echt helemaal nat van het speeksel dat is meegekomen terwijl je erop aan het blazen bent. Gross! Wow, deze is helemaal vlekkerig. Ik ben alleen benieuwd als ik straks zo dat schabloon eraf haal of het niet eruit ziet zo als alles behalve een eenhoorn. Oké, het is tijd dat ik het schabloon eraf ga halen. Super schattig dit! Oh my god! Ik had echt verwacht dat het veel lelijker zou zijn. Ik ben serieus echt heel erg onder de indruk. Hiermee kan iedereen een kunstenaar zijn. Ik heb hier een elfje met een paddenstoel. Oh nee, een vlinder! Ik ben echt wel helemaal aan het denken van, oh, moeten de kleuren worden? Oké. Oh, dit is zo leuk! Ik zou dit bijna inlijsten en op mijn kamer hangen. Goed jongens, ik denk dat jullie ook wel snappen wat mijn favoriet van deze twee is. Ik was nog enthousiaster over die Play-Doh vanaf het begin. En eigenlijk uiteindelijk denk ik meer van, dit zou iedereen in huis moeten hebben, volwassen of kind. I don't care. Je traint en je longinhoud en je maakt mooie schilderijen. Ik weet in ieder geval wat ik voor mijn kind koop als ik later een kind heb. Just saying. Oké, dit vond ik echt een geslaagde leuke zonder motief. Ik ben echt hartstikke blij. Even een slokje water. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ik zou het heel erg leuk vinden als jullie in de comments achterlaten wat voor speelgoed jij vroeger altijd wilde. Aan je moeder of aan je vader hebt gestuurd van mam, pap, geef het me alsjeblieft. Maar het nooit kreeg. Let me know in de comments. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan geef ik jullie heel erg veel hartjes. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei!